In deel 1 hebben we kunnen zien dat UNICEF werd geboren. Nou, dan noemen we hem Uni. En hoe hij door een bliksemschicht in zijn melk superkrachten kreeg. En zich al vanaf zijn geboorte inzetten voor de kinderrecht. Dank voor deze melk, mama en papa. Ik kan niet langer blijven, want ik wil graag andere kinderen gaan helpen. We zijn nu vele jaren later en gelukkig zijn er veel meer UNICEF's die zich inzetten voor kinderen over de hele wereld. UNICEF! Maar ondanks de vele UNICEF's wordt het er bij de centrale helaas niet rustiger op. Alarm, alarm, centrale UNICEF, wat is er dan? Hallo, UNICEF centrale. Oh ja, dat is inderdaad erg. Ja, Oké, ik maak er een notitie van. Ik zal u helpen. Ik schrijf het op. Het is echt heel druk. Alle UNICEF's zijn al op pad. Ja, zo kunnen we het echt niet meer aan. Je zou toch denken dat het ooit een keer beter moest gaan? De problemen bleven maar komen, omdat er tegenover de lieve Unie-superhelden zogenaamde Dr. Evils bestonden, die expres voor veel problemen zorgden. Overal waar de Dr. Evil verscheen, gebeurden er vreselijke dingen. Oh, mijn arm. Oh, mijn voet. Mijn been. UNICEF! Oh, daar komen de Unies om te helpen. Ja, ze zijn echt veel te laat. Ja, we komen haar helpen. Maar het is mijn zusje. Mijn vriendin. Kom met ons mee, dan breng ik jullie in veiligheid. Dit is de rivier waar kinderen uit drinken. Ja, maar als ik dit in het water spuit, dan worden ze er kapmisselijk van. Doe het, spuit het erin. Oh, het duurt zo lang. Daar is de rivier. Ah, eindelijk. Ja, drink er maar van. Dan word ik heel lekker ziek. UNICEF! Oh, daar komen twee Unies. Nou, ze zijn toch al van. Oh, ik heb zo pijn in mijn buik. Oh, maar dat water is vergiftigd. Kom maar met ons mee. Oh, ik heb pijn in mijn buik. Moet je kijken wat de kinderen kunnen laten doen voor twee dubbeltjes. Ja, dat is inderdaad wel heel veel geld voor die arme kinderen daar. Willen jullie twee dubbeltjes verdienen? Ja, dat willen we heel graag. Dan moeten jullie al het hout voor ons verzamelen. Ja, we gaan gelijk aan de slag. Ja, werk maar voor ons. UNICEF! Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we zijn aan het werken voor twee dubbeltjes. Maar dat is kinderarbeid. Dat mag niet. Nou, kom maar met ons mee. De Unies beschermden niet alleen de kinderrechten in verre landen waar het oorlog was, of kinderarbeid, ook dichter bij huis deden ze hun best. Want daar waren de Dr. Evils ook actief. Jongens, ik ga even plassen, ik moet er even nodig. Ja, ik zie je zo. Hey, die jonge jongen daar, is dat jullie vriend? Ja, die zit bij ons in de klas. Weet je niet dat lange mensen slecht zijn? Het is een hele aardige jongen. Nee, lange mensen zijn heel slecht. Hoezo dan? Ze kunnen ervoor zorgen dat je ziek wordt. Jullie moeten nooit meer met hem spelen. Ja, misschien hebben ze wel gelijk. Hij heeft ook dat gekke ding om zijn pols. Ja, daar zeg je me wat. Het is me eigenlijk nooit zo opgevallen eigenlijk. Hallo jongens, ik ben er weer. Zullen we samen spelen? We willen helemaal niet meer met jou spelen. Wat is dit nou weer onzin? Ons werk zit erop. Tijd om te gaan. UNICEF! Wat is er aan de hand? Ze willen niet meer met te spelen omdat ik lang ben. Maar dat is discrimineren. Maar het mag niet volgens de eerste regel van het kinderrechtenverdrag. We gaan het oplossen. De Dr. Evils kregen steeds meer macht en dachten nu dat zij de Unies wel aankonden. Doet hij nou? Oh, sorry hoor, kom heel even op. Gaat het een beetje goed met de kleine Unies? Ja,
de UNICEF's ontmoeten en verslaan zodat het nog een slechtere wereld gaat worden. Dit moeten we aan de Unies laten zien. Oké. Okay. Dapper als de Unies waren, zochten zij de Dr. Evils op. Unies, stop er nou mee. Jullie zien toch dat het niet werkt? Moeten wij jullie nu ook pijn gaan doen? Waarom doen jullie dit allemaal? Waarom helpen jullie ons gewoon niet? Wij moeten slechte dingen doen. Dat hoort bij onze natuur. En nu gaan we jullie ook nog eens een keer uitschakelen. Maar de Unies kregen opeens hulp van een paar kinderen die ze geholpen hadden. En wij zijn hier ook om ze te helpen. En daar kon Dr. Evil niet tegen op. Ze besloten zich terug te trekken. Maar jullie zijn nog niet van de dag. Oh, daar hebben we die mensen in beeld daar. Oké, dan moeten we even... Wat een vraag. Ja, anders gaan we straks nog dood. Ja, jullie roepen te hard. Kom, ik breng jullie in veiligheid. Jullie zijn hier gevaarlijk. Nee, jullie, zij zijn niet gevaarlijk. Willen jullie twee dubbeltjes? Okay, nog een keer. Willen jullie twee... We hadden geen bloopers, maar we hebben nu best wel veel. Ja, we doen het nog een keer. Dan... Ja, dat maakt niet uit. Dus... Ja, werk! We zijn... Oh. Maakt niet uit, we zijn aan het werk voor twee dubbeltjes. Slechterikken allemaal nog één stapje naar voren doen, naar actie. Als ik het zeg, even weer terug. Ja.